Goedemorgen allemaal. Vandaag is de dag van het bos. Ja, en we hebben natuurlijk vorige week al bomen getekend. Maar laten we die bomen samenvoegen tot een bos. Hoe teken je nou precies een bos? Is dat inderdaad allemaal bomen bij elkaar of kan je het op een andere manier tekenen? Doe je weer mee? De dag van het bos. Ja. We hebben natuurlijk al bomen getekend, maar een groep bomen is nog niet gelijk een bos. Hoe kan je nou een makkelijke manier een bos tekenen? Nou, je kan natuurlijk allemaal stammetjes tekenen. En dan heb je al gauw het idee van een bos. Zeker als er dan de... En zo... Verschillende boomtoppen zo. En we doen hier dan ook nog wat donkere partijen zo, wat lichtere partijen. En dan krijg je al echt gauw het idee van een... We bedoelen hier een bos. Zie je wat ik bedoel? De voorgrond zo wat bossage. Een bosrand is al vaak begroeid. En misschien wat kleinere bomen ook zo ertussen. En zo kan je toch het idee van een bos creëren. Zie je? En het hoeft helemaal niet heel erg realistisch. Ik zie dat mijn stifter het toch een beetje gaan begeven. Kijken of deze het beter doet. Ah, dit is alweer zwarter. Hier ook nog een beetje schaduw natuurlijk van die bomen op die stammetjes. En tussen die stammen heb je ook nog schaduwpartijen. Nou, zo krijg je al heel gauw de suggestie van een bos zoals je ziet. En ja, zo'n bos is best lastig. Je kan het ook nog op een andere manier doen. Stel je doet wat eerst wat bomen op de voorgrond. Dan denk je, wat is dit nou? Maar dat is dan een tak, zeg maar. Zo. En van die dennenbomen. Voorgrond houden we ook donker. Ik weet helemaal niet of dit ook wel weer wat gaat worden hoor, want het is voor mij ook vaak uitzoeken. Ik teken eigenlijk ook niet zo heel vaak bos en bomen. En op het achtergrond heb je daar ook bomen en die... Nou is dat met stift wat lastiger weer te geven, maar als je die bomen dan op de achtergrond wat lichter houdt, kan natuurlijk nog een beetje schaduw zorgen dat de ene kant donkerder is dan de andere kant.
Zo kan je dus ook diepte creëren in zo'n bos, zeg maar. De dingen die dan voorop staan aan de voorgrond, die zijn dan donkerder dan die bomen in de achtergrond. En zo kan je dus ook een bos creëren. Zetten we daar ook weer twee vogeltjes voor of boven. Zie je, dan kan je ook. Dit wordt dan weer vaak gebruikt in striptekeningen. Om op de achtergrond een bos te creëren, zeg maar. Nou, soms staan er natuurlijk ook loofbomen tussen. Die hebben dan weer meer zodenbladeren natuurlijk. Takken. Maar goed, zo krijg je toch een beetje het idee van een dennenbos. Ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met bomen. En ja, je kan natuurlijk ook inderdaad simpel, zoals de vorige bomen die we hebben getekend in het begin, een simpel bos tekenen. Dat kunnen we natuurlijk ook nog heel eventjes snel doen. En dat is gewoon een kwestie inderdaad van we tekenen die bomen. We hebben ronde bomen. Gewoon simpel te houden. Zo. Een driehoekboom. Zo. We hadden een lange boom, zo, die zetten we er ook achter. Zo, en als we dat dan zo doen, dan krijgen we ook een bos natuurlijk, hè. Zo verschillende bomen bij elkaar planten. En voilà, dan hebben we een eenvoudig bos. Je zou dan ook nog kunnen zeggen zo van, ik ga ook hier nog wat schaduw aangeven. Zo. Dan hier ertussen ook, hè, donkere stukken. Nou, dan krijg je eigenlijk heel snel ook een idee van een bos. Oké, ik zie jullie morgen in de volgende video.